Met de Dynesis Saurus 2 D-Dry hoef je niet bang te zijn voor een zomerse bui. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en dit is de review van de Dynesis Saurus 2 D-Dry, beschikbaar bij Motorkleding Center. De Dynesis Saurus 2 is in feite gewoon een doorwaaijack, maar kan door middel van het bijgeleverde waterdichte jasje ook prima gebruikt worden op de nattere dagen. Hierdoor is hij dus ideaal geschikt voor het zomerse gebruik en op het moment dat je een bui tegenkomt, kan je het jackje eroverheen doen en ben je op die manier dus ook prima beschermd tegen wind en tegen water. Verder is het doorwaaijack prima te gebruiken op bijvoorbeeld een sporttour, een tourmotor en eigenlijk een vrij breed spectrum van motoren vanwege het vrij neutrale uiterlijk. De jas zelf is opgebouwd uit een textiele buitenlaag en is op deze manier dus ook zeer slijtvast. De Saurus 2 D-Dry wordt dus standaard geleverd met een buitenjas en dit is eigenlijk gewoon een regenjack die voorzien is van een waterdicht en ademend membraan. Dit is een D-Dry membraan wat ervoor zorgt dat hij dus met de buien gewoon goed droog kan blijven, maar ook met wat warmer weer niet snel benauwd wordt, omdat dit jasje nog steeds wel genoeg ademend vermogen heeft om vocht en transpiratie naar buiten af te werken. Het idee van dit jasje is dat je hem eigenlijk gemakkelijk aantrekt op het moment dat je in een bui komt, maar ook op het moment dat de bui voorbij is en de zon weer begint te schijnen, het jasje gemakkelijk uit kan trekken. Het regenjasje is gemakkelijk aan en uit te trekken, ook over de jas, en wordt zelf ook gewoon afgesloten door middel van een hoofdrits. Verder wordt hij nog extra afgesloten door middel van klittenbandjes en een extra strook die de rits volledig afschermt, zodat daar water en wind ook niet naar binnen kunnen trekken. Verder zien we ook aan weerszijden nog twee steekzakjes zitten waar je eventueel wat spullen in op kan bergen. En ook wordt hij aan de onderzijde rondom de polsen wederom afgesloten met een klittenbandje, zodat hij ook niet kan gaan wapperen en altijd comfortabel aansluit. Als we het regenjasje uitdoen en vervolgens naar de jas zelf gaan kijken en specifiek naar de veiligheid, dan zien we dus dat de jas zelf volledig is opgebouwd uit een slijtvast textiele buitenlaag. En in combinatie met een hoop meshpanelen is hij dus ook ideaal doorwaaiend, dus perfect voor de zomer. Als we verder gaan kijken naar de impactprotectoren, dan vinden we deze terug op de schouders en op de ellebogen. Dit zijn standaard C1 goedgekeurde protectoren van Dynesis. Wat Dynesis doet is dat ze deze protectoren ietsjes dikker en wat groter maken, zodat je op die manier gewoon fatsoenlijke impactprotectie hebt. Verder zien we op de schouders ook nog wat D-Stone materiaal terug. En D-Stone heeft de eigenschap dat het van zichzelf zeer slijtvast is. Dus juist op de plekken waar je wat extra veiligheid wil, wordt dat op die manier geboden. Als we doordraaien naar de achterkant van de jas, dan is de jas aan de binnenzijde voorzien van een pocket. En in deze pocket kan eventueel een rugprotector gestoken worden. Dit is een G1 of G2 rugprotector van Dynesis. En dit is afhankelijk welke maat je uiteindelijk het liefste wil. Beide zijn gewoon level 2 goedgekeurd, dus bieden de hoogste waarde van impactprotectie. Doorgaan naar het comfort van de jas zien we dat hij een vrij hoge kraag heeft en op die manier dus ook gewoon netjes afsluit. Iets daaronder zien we een klein reflectiestrookje terug, zodat je ook op de donkere dagen goed zichtbaar blijft. En de achterzijde van de jas is volledig afgewerkt met een gigantisch meshpaneel, wat hem dus ideaal maakt voor zomers gebruik, aangezien deze meshpanelen ook terug te vinden zijn aan de voorkant van de jas en op die manier de ventilatie goed door de jas heen kan trekken. De onderzijde van de jas is iets langer en wat verlengd, zodat ook daar altijd voldoende bescherming wordt geboden. En ook rondom de zijkanten van de jas zien we wederom wat reflectiestrookjes terug. Als we de jas aan de binnenkant gaan bekijken, zien we dat er nog een aansluitrits op aan is gebracht. En met deze aansluitrits kan je de jas eventueel verbinden met bijvoorbeeld een broek van Dynesis, zodat je op die manier een veilige combinatie krijgt. Als we doordraaien naar de zijkant van de jas, zien we dat die aan de onderzijde nog afgesteld kan worden door middel van een klittenbandstelband. En op deze manier kan die dus ook gewoon netjes en strak gesteld worden rondom de onderzijde. Terugdraaiend naar de voorkant van de jas zien we dat die aan weerszijden is afgewerkt met twee grote steekzakken die afgesloten worden door middel van een ritssluiting. Hier kan je dus eventueel wat spullen in opbergen. Hou er rekening mee dat op het moment dat jij je regenjector niet overheen hebt, deze zakken dus ook niet waterdicht zijn. Verder zien we rondom de borst en ook rondom de buik wederom de grote meshpanelen terug. En deze worden ook weer doorgevoerd volledig rondom de mouwen, zodat je hier op de warme dagen gewoon meer dan voldoende ventilatie behoudt. Ook zien we aan de bovenkant van de schouders wederom twee reflectiestrookjes terugkomen voor de zichtbaarheid. Ook rondom de mouwen zijn wederom twee stelopties te vinden en deze zijn te vinden op de bovenarm en de onderarm. En kunnen op die manier met de jas dus ook gewoon strak afgesteld worden, zodat de jas daar ook niet kan gaan wapperen. Verder zien we dat die aan de onderzijde bij de pols nog wordt afgewerkt met een klittenbandsluiting, zodat die ook daar gewoon netjes afgesteld kan worden. De bovenkant van de kraag is afgewerkt met wederom een klittenbandsluiting, zodat hier de jas ook altijd gewoon netjes afgesloten wordt en comfortabel aanzit. En als we de binnenzijde van de jas gaan bekijken, zien we dat die volledig afgesloten wordt met een grote hoofdrits.
Op het moment dat deze rits open gedaan wordt, zien we dat de jas aan de binnenzijde afgewerkt is met een meshliner. En deze meshliner zal ervoor zorgen dat als jij juist op die warme dagen rijdt, de jas aan de binnenkant niet kan gaan plakken. En vocht en transpiratie ook meer van de huid aftrekt en makkelijk naar buiten af kan voeren. Tommy is 1,80 meter, weegt zo'n 80 kilo en draagt van de Danese Saurus 2 D-draai maat 50. Zoals we kunnen zien sluit hij netjes aan en is het ook de juiste maat voor hem. Houd er met textiel altijd rekening mee dat het materiaal van zichzelf niet meer gaat rekken of gaat vormen. Dus dat het bij het passen gewoon direct comfortabel zit en goed aansluit. Wil je weten wat voor jou de ideale maat is? Blijf dan nog even hangen. Vond je deze video leuk of nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En wil jij graag op de hoogte gehouden worden van alles wat we doen bij Motorkleding Center? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vergeet ook niet even het belicoontje in te drukken, zodat je op de hoogte gehouden wordt van wanneer wij een video online zetten. Ik ben Oscar van Motorkleding Center en bedankt voor het kijken.